25 jaar, beste meester. Ja, u hoort het goed. Onze dominee Martin Dijkstra is dit jaar 25 jaar verbonden aan de Protestantse Kerk van Nederland. Wij willen je hartelijk feliciteren met deze mijlpaal. Na zijn studie tot predikant in Groningen werd zijn eerste gemeente Stavoren. Hier heeft hij gestaan tot 2002. Want op 5 mei 2002 is Martin bevestigd als dominee in de hervormde kerk van Marco. Toch? Dat was toch vroeger. Ja, maar dat is niet in Utrecht, hè? En deze is in Marco. Ja, laten we dat niet verder over discussiëren, maar de protestantse, hervormde protestantse gemeente van Marlo. Goed, dank je. Tijdens zijn werkzaamheden heeft Martin natuurlijk veel steun gehad van zijn vrouw Aafke. Martin, we kennen je als een echte pastor die vooral heel trouw is aan mensen. Of ze nu heel kerkelijk meelevend zijn of niet, het maakt jou niet uit. Je geeft daadwerkelijk invulling aan onze slogan Martinuskerk voor alle Marcoloers. Martin, namens de leden van de protestantse gemeente Marcolo, wat zeg ik namens alle Marcoloers waarschijnlijk, wil ik je nogmaals feliciteren en hartelijk dank zeggen voor je inzet en betrokkenheid bij onze kerkelijke gemeenschap, als ook voor je belangstelling in de Marcoloze gemeenschap. Wij denken een passend cadeau te hebben gewonnen. U moet weten, Martin is een zeer sportief man. Hij loopt veel en hij fietst veel. En we zien hem dan ook voor zijn werk ook regelmatig door Marco fietsen op zo'n oud barrel. En daar hebben wij dus het volgende op gewonnen. Want we willen je deze fiets aanbieden, zodat je nog vele jaren in goede gezondheid door ons mooie dorp Marco kunt fietsen. Natuurlijk willen we Aafke ook bedanken voor haar ondersteuning, zodat Martin zijn werk kan doen in de gemeente. Dat was stil, vrouw. Dat is ook de bedoeling dat je nog even stil bent, want ik ben nog niet helemaal klaar. Hè. Nee, geen hand. Daarnaast hebben we een poosje geleden een gedenkspeld geïntroduceerd voor Marcoloers die een verdienste hebben gehad voor de gemeenschap. En daarom ben ik wel trots dat we deze ook aan Martin mogen uitreiken. Dus je krijgt van ons ook de Martinuspeld. Die wil ik je nu, ik ga je niet opspelen, dat is jammer, dat moet je zelf doen, maar ik ga hem je wel goed overhandigen. Ja, dat heb je. Als de landelijke kerk een cc'tje doorstuurt van een gratificatie die je krijgt bij jubileum. Dat is men gewoon. En dan gaat het naar de kerkenraad toe. Ja, ach, nee. Hè. Ik wou het gewoon mooi in stilte voorbij laten gaan.
Maar goed, ik keek zo net ook toen ik inderdaad doorkreeg dat er aandacht aan ging worden gegeven. Ik kijk naar jullie. Jullie bestaan in ieder geval ook al 85 jaar. En dat gaat ook, een jubileum, dat gaat vaak toch niet in stilte voorbij. Maar ik word hier dus wel stil van en ik vind die fiets ook een vondst. Ja. Ik hoop dat ik er ook in mijn...